waren de feestdagen, Max? Goed. Ja. Veel eten, veel drinken. Goeie auto nieuw gehad? Ook dat. Vuurwerk afgestoken, of zit het er allemaal nog aan? Ja. Nee, dat is allemaal goed geweest. Ja, Robert? Ook veel gedronken en gegeten. En we hadden ook vanochtend contact en of we het jasje of de trui aan zouden doen. Want beide, dat dat had niet gelukt. Nee, dat probleem dat ken ik inderdaad. Ja, dat was niet een heel groot succes. Maar het zit allemaal goed, dus... Goeie feestdagen, we kunnen gaan beginnen. 2022, daar gaan we op terugblikken. Hoe was 2022 voor jou, Robert? Wij hebben het best aardig gedaan op het einde. Volgens mij is al een paar keer voorbij gekomen dat het begin moeizaam was. Toen heel goed, toen even weer wat minder. Maar uiteindelijk Europees voetbal gehaald. En ook de groepsfase, door heel goed... goed te spelen in die play-offs. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, omdat het allerbelangrijkste is wat hier gebeurt, is wat er op het voetbalveld gebeurt. En dat wordt door heel veel mensen wordt dat gerealiseerd. En die hebben allemaal op een of andere manier hebben die een bijdrage aan het succes van AZ. En uiteindelijk komt dat dan op het veld tot uiting. Tegelijkertijd denk ik, maar ik wil ook niet alles van Max zijn voeten weghalen, dat we wel... hopen en denken dat het dit jaar wel weer wat beter kan dan vorig jaar. En voor de rest zijn we teruggegaan in het stadion. Echt in het stadion, mocht weer publiek bijkomen. Ja, dat is toch wel het mooiste uiteindelijk. Het voetbal moet gespeeld worden met publiek. En we hebben natuurlijk een hele moeilijke periode achter de rug gehad met elkaar. Het is sowieso mooi dat we... in deze hoedanigheid weer bij elkaar kunnen zitten. En een grote dat is ook even geleden natuurlijk. Beginnen met iedereen natuurlijk, om te beginnen, iedereen mooi en gezond, iedereen hier nieuwjaar te wensen. Dus dat is ook prachtig. En we kijken weer vooruit. Alles gaat weer langzaam terug naar het normale, gelukkig. Want dat is voor iedereen belangrijk. Zowel voor de mensen die hier werken, voor de fans en alles wat bij AZ betrokken is. En spelers, die vinden het natuurlijk ook het leukste om... met volle tribunes te spelen. Ja. Hoe was jouw jaar, Max, 2022? Heb ik daar nog wat aan toe te voegen? Ik denk alles was een beetje gezegd. Natuurlijk sluit ik me grotendeels aan bij het verhaal van Robert. Ik moet wel zeggen, dat was ook het eerste wat in mij opkwam. Weer spelen met publiek. Terug in het stadion, waar de tribunes gevuld zijn. Ja, dat is uiteindelijk, als je kijkt naar je eigen periode dat je hebt gespeeld... is dat toch wel het leukste wat je kan doen. Spelen voor het publiek. dat is wel het mooie van natuurlijk het weer spelen met na de COVID, zeg maar. Ja, is dat dan ook misschien het sportieve hoogtepunt? Of heb je een ander hoogtepunt in 2022? Nou, dat is niet het sportieve hoogtepunt. Ook daarin sluit ik me aan bij Robert. We hebben natuurlijk best wel een wisselvallig seizoen gehad vorig jaar. Waarbij we natuurlijk eindigden met een hele matige wedstrijd tegen RKC. Volgens mij had iedereen er niet zo heel veel geloof meer in toen we de play-off-rondes ingingen. Nou, uiteindelijk zie je dat we daar toch uiteindelijk als winnaar uit de strijd komen. Dan vervolgens kwalificeer je wel weer voor Europees voetbal, wat natuurlijk een van de doelstellingen is. En als je ziet hoe dat dan is gegaan gedurende die kwalificatie, moet je toch ook weer 3 tegenstanders moet je uitschakelen. Nou, vervolgens kwalificeer je dus voor de groepsfase. Daar word je met volgens mij 5 overwinningen en 1 verliespartij tegen Apollon, word je eerst in de pool. Ja, en dan doe je in maart doe je ook gewoon weer mee met bij de laatste 16. Dus ook dat is natuurlijk een hartstikke mooi vooruitzicht. Buiten dat straks de Eredivisie weer gaat beginnen, aankomende zaterdag. Waar nog veel is om voor te spelen, hebben we natuurlijk in Europa ook een hele mooie uitdaging. Ja, de start die je omschrijft, de vroege start, die kwam inderdaad omdat we de play-off speelden in de Eredivisie. Daardoor gingen we de play-off fase in voor Europees voetbal dit seizoen. Dat ging er zo aan toe. Gaat hij proberen, Evjen? Jazeker, Evjen maakt gelijk! En tot nu toe de laatste overwinning voor AZ bezorgd, De Wit. Komt hem voor, Beukema niet, Pavlidis wel en nu staat AZ op voorsprong. Zo moet dat, dan moet je even weglopen uit de situatie. Wat Klaasje deed en Klaasje geeft hem ook goed mee en dan is het raak. Heeft AZ de schade heel snel in de wedstrijd gerepareerd. Binnen 5 minuten exact, Dani De Wit. Dat is een goede bal op Aboglal. Aboglal moet het afmaken. Aboglal maakt het af. AZ op 2-0. Klaassen. Klaas, die wordt aangeraakt en die valt binnen.
Als je er weer dreigend uit, balletje terugleggen. Oh, strak voor. Dan valt hij al binnen. En dan is het Pavlidis in de derde minuut. Die voor de 1-0 zorgt. Reinders, ruimte voor. Dit schot. En dan vaart nog weg. En dat vaart dan binnen ook voor de 2-0. Reinders, Karlsson. Reinders in het midden loopt door. Een vastgepakte doekie. Maar ondanks het vastpakken komt Reinders hier tot de 4-0. En is het. Lijkt het toch wel gedaan, want dit is een enorme dreun voor Vitesse. Bal voor. En dan is het Karlsson voor de 6-1. De Wit en Pavlidis 2-0. Reinders, oh, dat is perfect overstapje van De Wit. Schitterende goal van AZ. Lazi. Paas met risico, maar als het past, dan past het goed. En het is 2-0 voor AZ. Nou, komt hier de vijfde. Daar is de vijfde. Pavlidis, Lado en 7. Gedaan, Evjen. Prima gedaan, Evjen. Atsidiakos. Noor doorgelopen. En nu nog een goede voorzet. En daar gaat hij erin. Met een beetje hulp. Voorzet blijft lang uit. Komt uiteindelijk niet helemaal op het oog van Dani De Wit. Hier gaat Sugawara voorgeven. 3-0, 4-0. Het gaat razendsnel in de slotfase. Is Reinders mee, is Dani De Wit. Die wacht tot de paas gaat komen en die blijft dan uit. En dat is niet zo slecht, want Reinders doet het gewoon zelf. En hij scoort opnieuw, Tijani Reinders. Ja, hoe is dat als je dat zo ziet, Robert, die beelden? Nee, wat ik net al aangaf is geweldig. Want het betekende dat we de groepsfase ingingen. Max gaf net al aan dat die hele campagne... Ja, vrij overtuigend in de resultaten. Op één wedstrijdje dan na de allereerste tegen Dundee uit. Maar ja, thuis gingen volgens mij hun fans in de rust. Martin van de politie net gezien. Die had volgens mij nog een uitdaging in de rust. Omdat de fans van hun huis gingen. Maar ja. Nee, geplaatst. En dat is wat we graag willen. Groepsfase halen. Nou, net ook al aangehoord dat we daar ook doorheen zijn. Dus... Nee, wij kijken er naar uit. Ja, ik denk iedereen wel. En hoe was de zomer van jou in het opzicht dat er allemaal nieuwe partners bij de club zijn gekomen? Nou, dat was in de eerste instantie natuurlijk wennen. Want AFAS is hier natuurlijk jarenlang de vaste partner geweest. En belangrijk geweest voor de club. Natuurlijk in een fase ingestapt dat het best lastig was voor AZ destijds. En ja, heel lang partner geweest. En uiteindelijk hebben we de groei doorgemaakt, een dusdanige groei dat uiteindelijk AZ ook wel in waarde gestegen is. En het lastig was om dat bij één partner onder te brengen. Nou, dat hebben we verdeeld en dat is gelukt. We hebben een geweldige hoofdpartner. Dus hele prettige mensen, een hele prettige partner die over mee wil nadenken. En met Elfie dan op de rug. Cavallaro, die al jarenlang onze kledingsponsor is, ook op de mouw staat. Hotel in Egmond op de trainingskleding. CTS, wat natuurlijk ook fantastisch is. De jeugdopleiding die hoog aangeschreven staat in Nederland Academy. Dat die ook een eigen partner hebben. En gelukkig was AFAS ook zo slim om wel op het stadion te blijven staan. Dus daar zijn we ook blij mee. En daarmee hebben we het onderverdeeld in ik denk 6 partners. En is er nog 1 plekje over dadelijk voor 1 gelukkige. Ja, dus ja. Mochten er mensen zijn die nu denken van, kom loop even langs aan het einde, dan kunnen we dat gelijk regelen. Als je dan zo terugkijkt op die 6 maanden, want we zijn nu al 6 maanden verder, het is al een half jaar voorbij. Hoe tevreden ben je nu met hoe alle partners zijn geïmplementeerd binnen de club op dit moment? Ja, nou, wij zijn heel tevreden. Je zou ook aan de partners moeten vragen natuurlijk hoe zij het ervaren. Maar de geluiden die wij krijgen, die wij te horen krijgen, is dat ook hartstikke goed gaat. We proberen natuurlijk ook dingen terug te doen voor onze partners. Een hotel in Egmond, waar we natuurlijk verblijven voor de Europese wedstrijden. Die zullen ook best blij zijn dat wij een aantal rondes verder zijn en in de groepsfase hebben gehaald.
Nou ja, goed. Zo hebben we met alle partners hebben gekeken. Ja, wat we ook voor hun kunnen betekenen. Dat kunnen we ook weer allemaal meten. Dat zal voor de meesten niet verrassend zijn dat we ook dat meten. En dat gaat hartstikke goed. En ja, dat is een relatie die gestart is bij een aantal en bij sommigen niet. Maar ja, daar zal je aan moeten blijven werken. En dat doen we heel graag. En daar hebben we ook mensen voor binnen de club die daar ook iedere dag mee bezig zijn. En ja, wij stonden natuurlijk al bekend om dat de exposure die je hier krijgt best aardig is. Ook AFAS geeft altijd netjes toe dat hun naamsbekendheid enorm gestegen is toen ze destijds in AZ gestapt zijn. En dat geldt nu ook weer voor de nieuwe partners. En de activaties die we doen, nou, daar hebben we de teams voor die daar de benen voor uit de kont lopen. En nou ja, goed, de data is ook de purpose, hè. Waarom word je partner van AZ? En dat is voor iedereen verschillend. Nou ja, daar proberen we natuurlijk ook bij aan te sluiten. En hopen we ook een hele lange relatie met deze nieuwe partners te hebben. Ja, nou was 2022 niet alleen het jaar van de nieuwe partners. Het was ook het jaar van de nieuwe foundation die we binnen AZ hebben. De Alkmaar Zaanstreek Foundation. Hoe is dat proces verlopen? Nou, we wilden gewoon graag weer meer betekenen dan alleen een voetbalclub die op zaterdagavond of zondag speelde. Er gebeurde al heel veel, hoor. Heel veel projecten op sociaal-maatschappelijk gebied. Maar dat wilden we toch wat meer onderbrengen in een entiteit. Nou, dat is gelukt met ook het aanstellen van Casino als hoofdpartner. Hebben we de foundation ook tegelijkertijd gestart. Overigens is het ook geweldig dat Ellie Konijn, wethoudster jarenlang binnen de gemeente Alkmaar, inmiddels ook tot het bestuur is toegetreden. Dus het is zeker niet iets wat artificial is. Dit is echt wel degelijk iets wat we aan het optuigen zijn en wat ervoor moet gaan zorgen. Dat AZ landelijke thema's, maar ook thema's die vooral hier in de regio gelden op sociaal-maatschappelijk gebied. Ja, dat we die op gaan pakken en mensen of instanties gaan helpen om ook hetgene en het goede werk wat zij doen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja, zijn dat dan ook concrete plannen voor het komende jaar met de foundation? Nou, we hebben natuurlijk al die voetbalmaatjes. Ik heb de beelden met Kees van de mevrouw gezien. Mensen die eenzaam zijn. Ik wist ook niet dat er zoveel mensen eenzaam zijn. Ik weet wel dat mijn vrouw af en toe bij het werk eenzaam is. Maar dat is een behoorlijk thema in Nederland. En ja, het is gewoon mooi om te zien hoe we dat oppakken. We hebben natuurlijk al jarenlang Playing for Success. En dat doen we ook al met kinderen. De manier waarop wij omgaan met e-gaming. Niet alleen iemand binnenhalen die wedstrijdjes af en toe wint. Maar ook ervoor zorgt dat kinderen verantwoord gamen. Want als ik ook bij mij thuis kijk, nou, ik heb gehombad, maar die stok die heb ik af en toe nodig om dat ding uit zijn handen te slaan. Maar dat is ook hoe wij daarnaar kijken. Dus we proberen wel zichtbaar te zijn in de regio. We hebben al heel veel projecten, maar dat gaan we ook wel samenbrengen. En toevallig hebben we vanochtend ook weer een interview gehad met iemand die dan dadelijk een CSR-manager willen we hier graag aanstellen. Die echt de focus heeft om daar dagelijks mee bezig te zijn. Op dat maatschappelijke aspect. Ja. Ja. We hadden het al even over AZ 1. Maar er is natuurlijk ook genoeg gebeurd binnen de jeugdopleiding en binnen Jong AZ. Zo onder meer speelde onze onder 18, onze onder 19 officieel eigenlijk. Die speelde in de Youth League. Daar kwamen ze in uit. Terwijl het avondzonnetje neerdaalt op het AFAS Stadiums Complex, is het tijd voor een nieuw Youth League avontuur voor AZ onder 19. Wouter Goes met een fantastische paas. Die valt in het 16 meter gebied op het hoofd van Ernest Poku. Een fantastische goal. Hij krijgt hem precies over keeper Tom Slijtjes heen. Hier een bal op Daniel Beukers. Moeilijke hoek. Weet de draai te vinden Beukers. En ook hij pakt nog een doelpuntje mee. Hij passeert keeper Tom Slijtjes. Het is Jaden Adai die ook nog een doelpuntje mee wil pakken. Hij was eerder twee keer dichtbij met een afstandsschot. Probeert het hier opnieuw. En dit keer gaat hij er wel in. Via een Iers been. Maar ook Adai pikt zijn goaltje mee. En dus 5-0. Spektakel zat een dinsdagavond echt in de staart, want het is minuut 77 als AZ op een 1-0 voorsprong komt via Ernest Poku. De voorzet komt van de voet van Daniel Beukers, 1-0 voor AZ. Voor de 5e penalty gaat Max Meerdink achter de bal staan. Jovan Mijatović gaat achter de bal staan en
Hij mist. En daardoor gaat AZ door naar de volgende ronde van de Youth League, de play-offs. Wat een zinderende slotfase. Een spetterende voetbalavond hier in Belgrado. Maar het is uiteindelijk AZ dat doorgaat naar de volgende ronde van de Youth League. Max, hoe kijk je daarnaar, naar de jeugdopleiding? Ja, nee, dit is prachtig om te zien. Zeker omdat we natuurlijk vorig jaar voor het eerst de Youth League hebben bereikt met de onder 18. Ja, en dan zie je dat je kan gaan meten met natuurlijk de absolute top als het gaat om die leeftijdscategorie. Vorig jaar, kan ik me herinneren, schakelden we de kampioen van Frankrijk uit. We schakelden volgens mij de kampioen van Spanje uit. Merel. Ja, en uiteindelijk sneuvelden we helaas door penalties tegen Juventus, de kampioen van Italië. Dus ja, wat je wil is dat uiteindelijk je talenten onder de maximale weerstand kunnen presteren. Nou, gelukkig we zijn nog steeds heel erg gelukkig met spelen in de keukenkampioendivisie. Dat is natuurlijk ook iedere week gewoon een prachtig platform. Maar ja, ook dit jaar weer hebben we ons gekwalificeerd voor die Youth League. De tegenstanders zijn dan misschien nog niet zo aansprekend geweest als vorig jaar. Maar ja, we zitten nog steeds in de Youth League. We hebben, zoals je net hebt gezien, twee ploegen uitgeschakeld. En we gaan nu tegen Eintracht Frankfurt spelen. Dus ja, wij zijn er hartstikke blij mee. Ja, dat is ook een fantastisch affiche natuurlijk. En daar tegen Rode Ster was ook ontzettend spannend. Maar ook andere jeugdelftallen, die zijn natuurlijk ook kampioen geworden in de zomer. Hoe heb je daarna gekeken, naar die andere elftallen? Ja, ik moet zeggen, vanaf de onder 15, 16 ga ik echt de spelers goed leren kennen. Hè, want dat zijn ook vaak wel de leeftijdscategorieën dat ze richting onder 18, jong AZ gaan. Dus dan komt er wat meer bij kijken dan alleen maar iedere week een wedstrijd spelen. Maar dan ga je ook in gesprek met de begeleiding van de speler. Dan komen de contracten om de hoek kijken. Dus vanaf die leeftijdscategorie ga ik de spelers goed kennen. En onder 17 heeft fantastisch gepresteerd. En dit jaar ook weer kampioen geworden van de eerste helft van de competitie. Dus natuurlijk kijk ik daar met heel veel plezier naar. Ik ben iedere zaterdag ben ik op het ATC als die ploegen gaan spelen. Dus dat gaat hartstikke goed. Daar zijn we heel erg content mee. Ja. Als je kijkt naar het komende jaar, wat voor doelstellingen heb je binnen de jeugd en binnen Jong AZ? Nou, kijk, uiteindelijk moet de doelstelling zijn dat je probeert iedere dag weer beter te worden. En dat geldt niet alleen voor spelers, dat geldt voor mensen binnen de organisatie, dat geldt voor de gehele opleiding. Natuurlijk zijn er altijd nog weer zaken die beter kunnen. Dus wat je doet is met elkaar het hele jaar door daar ook naar kijken. Kijken waar je kan verbeteren. Kunnen we nog interessante mensen aantrekken die ons kunnen helpen in dat proces? Ja, en daar ben je natuurlijk iedere dag mee bezig. Hè. En Robert heeft het al gezegd, dat doe ik niet alleen, dat doet hij niet alleen, dat doen we met heel veel goede mensen. Dat doen we al heel veel jaren heel goed, denk ik. De resultaten zijn ook te zien de afgelopen jaren in het eerste elftal. Want uiteindelijk heb je een jeugdopleiding om je talenten ooit in het elftal en in het stadion te zien spelen. Nou, dat is ons wel aardig gelukt, denk ik, de afgelopen jaren. Ook dit jaar met het debuut van Maxime en Myron. Ik zie ze zitten allebei. Ja, die hebben natuurlijk ook al heel veel wedstrijden gespeeld op het allerhoogste niveau, wat je graag wil. En dat is waar we uiteindelijk voor opleiden. En dan is het prachtig om te zien dat deze jongens een laatste stap hebben gemaakt richting dat eerste elftal. En dat ze dat ook vrij makkelijk afgaat. Yusuf zit naar beneden te kijken, die zit ernaast, die vergeet ik niet hoor. Maar die heeft natuurlijk ook wel zijn minuten gemaakt. En zo zijn er al heel veel die hun voor zijn gegaan. Ja. En op die reden zijn natuurlijk ook weer jonge jongens meegegaan met het trainingskamp naar Valencia bijvoorbeeld. Nou ja, het was grappig om te zien dat, ik zag net een mooie steekpaas van Kees Smit, die is 16 jaar. Die heeft de afgelopen trainingskamp is hij meegeweest. Heeft hij de kans gekregen ook van de staf van het eerste om zich ook te tonen aan de staf van het eerste. En om te kijken hoe gaan ze om met die weerstand van spelen en trainen in een eerste elftal. Nou, Kees was niet de enige, ook Wouter Goes, die al wat vaker had meegetraind bij het eerste elftal. Die heeft ook die kans gekregen, Sam Dekkers, ja. Daniel Deen, een keeper. Dus uiteindelijk moeten wij zorgen voor die continue doorstroming en dat gaat nog steeds heel goed. Ja. Voor jou, Robert, staat 2023 ook nog in het teken van een nieuwe tak binnen AZ, excuus, het vrouwenvoetbal. Ja, dat klopt. Nee, dat is hartstikke mooi. Natuurlijk vorig jaar al met VV Alkmaar een intentieverklaring getekend. En een intensiever contact gehad met elkaar. En we hebben gekeken of wij VV Alkmaar over konden nemen. En uiteindelijk is dat gelukt. En
ja, we nemen natuurlijk wel een organisatie over die het aardig voor elkaar had. Niet alleen spelen in de Eredivisie, maar ook een geweldige academy al opgezet. Nou, we hebben zelf, zoals Max net al aangaf, ook best wel, weten veel over het opleiden van jonge mensen, jonge voetballers. Dus dat kunnen we dadelijk ook mooi toepassen op meisjes en vrouwen. Die we ook weer een perspectief dadelijk kunnen bieden. Dus niet alleen de mannen en de jongens, maar ook de meisjes en de vrouwen. Maar ja, wat ik net al aangaf, het is bewonderenswaardig hoe VV Alkmaar dat heeft opgezet. Dat is mooi om te zien. En ja, met wat zij, de basis wat zij hebben gelegd, gaan wij dadelijk weer op voortbeduren. Wij geloven in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Zowel nationaal als mondiaal. Die ontwikkeling, daar willen we graag weer aan bijdragen. Het is 12 jaar is het hier niet meer geweest. Destijds voor financiële redenen. Maar de club is in een dusdanige situatie dat we dat weer op kunnen gaan pakken. Ja. Ja, hoe ziet dat proces eruit voor de komende maanden? Ja, wij zullen de komende maanden met veel mensen praten. Kijk, ik heb voornamelijk natuurlijk met Gijs Schot gesproken. Het afgelopen jaar, degene die dat opgericht heeft. Ik zal nu al meer gesprekken gaan voeren met ook mensen die daar in de organisatie actief zijn. En dan zal denk ik in een paar maanden tijd wel duidelijk worden hoe wij het neer gaan zetten. Welke mensen allemaal bij betrokken zijn. Maar daar nemen we natuurlijk wel eventjes nu goed de tijd voor om de juiste beslissingen te nemen. Ja, we gaan even wat anders doen, want we gaan naar de doelpunten van het jaar. Die gaan we uitreiken. De mensen thuis konden stemmen. Alle doelpunten van de maand awards die waren eigenlijk genomineerd. Dus in alle maanden dat er gescoord werd, was er één mooiste doelpunt. Die zijn achter elkaar gezet. Daar konden de mensen op stemmen. En uiteindelijk zijn er 3 doelpunten met de meeste stemmen. En dat zijn deze 3 goals. Goed. Tadić zit dus ook in het centrum niet heel lekker in de wedstrijd. Hier Odgaard, voorlopig de vlag omlaag. Dan scoort hij en de vlag blijft omlaag. De aanname geweldig. En in de 51ste minuut de voorsprong voor AZ. Hier de bal, Bessie. Bessie heft het op. Als je het zo ziet is het inderdaad geen buitenspel. Er gaan een heleboel handen de lucht in. Maar omdat Bessie niet snel genoeg naar voren gaat, komt die bal van Hatzidiakos aan. De controle van Odgaard perfect, de afronding beheerst. Het alles of niets klinkt al vanaf de Bunnikside. Maar het is AZ dat ten aanval trekt. En hier op een prachtige manier op 2-0 komt Sugawara. Een beauty bij het ingaan van het laatste kwart van dit duel. Met deze heerlijke goal van Sugawara lijkt het voor Utrecht toch zo langzaamaan op niets uit te draaien. Stijf in de bovenhoek. Sugawara. Reinders in één keer door, maar bereikt dan Odgaard niet. En ook deze bal is iets wat slordig en dat geldt voor beide ploegen. Pavlidis. Meegeven Karlsson, Pavlidis en die maakt het af. En zo komt AZ op een 1-0 voorsprong in de 18e minuut. Dan ook deze bal terug vervolgens van Veerman op Ramaljo is niet goed, wat heet. Karlsson en dan wipt Pavlidis de bal over Benitez heen. Heeft de organisatie als het goed is een gouden envelop waar dan de winnaar in zit. Die komt nu naar voren. Dames en heren, Sydney Film, maar daar mag wel even voor geapplaudisseerd worden hoor. Jazeker. Ja. Ja, dat moet je officieel doen natuurlijk. Hè. Door de notaris, alles is gecheckt. De hele heute met teut. Mag ik hem aan jou geven? Dan kun jij hem voorlezen wat mij betreft. Wie hem gewonnen heeft. En de award zit hier dus onder dat ding. Moeten we tromroffelen of niet? He? Moeten we tromroffelen? Tromgeroffel of niet? Kan je het lezen? Jordi Klaasje. Zat hij er niet bij? Die zat er niet bij, nee. Verdomme Jordi. Ik had hem jou gegund. Nee, Yuki. Yukinari Sugawara. Ja. Kom maar naar voren, Yuki. Ga jij hem geven? Kom forward, Yuki. Hebben we een microfoon heel even voor Yuki nog? Kom. Congratulations. First of all, you come here, please. Okay.
Yeah, you can do it. Wow. Ah. Yuki, how does this feel to win this award? Ik ben blij. Met this. Was a special goal because it was with your left leg, not your usual, right? Yes, it was the first time to score my left foot in my football career, so I didn't expect this. No. Was also an important one because we got the 3 points at FC Utrecht. Mm-hmm. How did it feel to score that one in that game? Because it felt like such a relief for you. It's always difficult to play against Utrecht in away game. Last season, also 2 years ago, also. So, but we understood how difficult to win a game in Utrecht. So, I'm so happy to help the team with my left foot, go to left foot, like yeah. Messi. So, yeah, but, it was an important game. Yeah. It was a special year for you because you not only won this one, but also you also won Hit the Cheese. On the training camp in Valencia. Yeah, yeah. Yeah, he also wanted the cheese. It's very very good. Congratulations. We're going to get it out for you after because I think it's going to fall otherwise. So if that's okay with you. Okay. Thank you, Yuki. Thank you. Yeah. Robert, wat ik nog wilde vragen aan je, want ik zag van de week al zag ik wat een beetje dingen bezig hier rondom het stadion, dat ze bezig waren druk met die omloop. Hoe gaat het met de omloop en wat zijn de plannen daarvoor? Ja, nee, dat is goed dat je dat onderwerp aansnijdt, want we hebben al een tijdje geleden gezegd dat het eraan zat te komen. Maar dingen moeten vergund worden en daar gaat heel veel papierwerk aan vooraf. Maar uiteindelijk zijn we nu zover dat fase 1... nu vergund is. Dus daar gaan nu extra food en beverage punten gaan er geplaatst worden in de omloop. Ik denk de eerste wedstrijd gaan we net niet halen, maar de tweede tegen Fortuna, dan zal men zien dat, dat er wat extra mogelijkheden zijn buiten het stadion om wat te eten en te drinken te gaan halen. Uiteindelijk fase 2, en dat is het traject waar we nu mee bezig zijn, dat is als het in de full versie klaar is. En dat zou dan betekenen dat echt bij het stadionterrein wordt betrokken. En dan zit er een keerwand bij en dan gaan de tourniquets naar achteren toe. Nou, daar moeten we nog een aantal dingen voor regelen. Maar fase 1 is gelukkig nu vergund. En dat is heel prettig, want de supportersvereniging en supporters zelf... die hebben ook een donatie gedaan destijds. Want ik meen dik 25.000 euro of zelfs iets meer volgens mij. Ja, 27.000 heb je staan. 27.000 euro. Dus het is ook wel prettig dat mensen een keer te zien krijgen dat ook dat geld uiteindelijk ook daaraan besteed gaat worden. Dus dat gaat nu gebeuren en daar zijn we erg blij mee. En nogmaals, je wil altijd dingen heel snel gaan, maar ja... uiteindelijk moet dat heel secuur gebeuren en dat hebben we gedaan en de eerste stap is gezet. En de volgende stap, daar zijn we nu weer druk mee bezig. Ja, dat is natuurlijk niet het enige wat we erbij krijgen, wat we uitbreiden. Want ook het ATC zijn plannen voor om het uit te breiden, toch? Ja, klopt. Die liggen er al een tijdje. Dat is al van een aantal jaar terug. We zouden heel graag aan het zeg maar, huidige gebouw een gebouw koppelen... waar we ook zeg maar, een rust- en herstelruimte kunnen creëren voor de spelers. Van het eerste, maar ook van de opleiding. Nou, het zal er dan uitzien dat elke speler een eigen kamer gaat krijgen. Dus dat je ook, als je kijkt naar de trainingssituatie, dat je zeg maar, ook meer naar dagprogramma's kan gaan. Ja. 's Ochtends trainen, lunchen doen ze meestal op de club. Daarna rusten en dan 's middags nog een keer trainen als dat nodig is. Dus dat is een van de zaken die in dat gebouw zou moeten komen. Maar ook voor de revalidatie. We willen er een revalidatiebad in hebben. We willen er rust- en herstelruimtes in hebben, zodat de spelers ook optimaal weer tot rust kunnen komen na een inspanning. Dus ja, er zijn heel wat plannen en die zijn ook wel vrij concreet aan het worden. Ook daar zijn we bezig met het vergunningstraject en hopen we natuurlijk uiteraard zo snel mogelijk ook de eerste paal te gaan slaan. Ja, heb je een idee wanneer hoe lang dat ongeveer duurt, dat hele proces? Ja, dat is lastig om in te schatten, maar ja, we willen natuurlijk het liefst dit jaar willen we starten en we willen al een heel jaar.
Dus, maar het liefst zo snel mogelijk. Ja. Dat is het enige wat ik er nu op kan zeggen. Wat mij betreft morgen. Maar daar moet nog wel wat voor gebeuren. Ik heb de straks natuurlijk ook al even benoemd. Hè, Robert ook wel. Dat we het natuurlijk niet alleen maar samen doen. Hè. Er zijn heel veel goede mensen die bij AZ, die bij AZ zich iedere dag inzetten. Eén daarvan op een key positie is de hoofdopleidingen. Paul Brandenburg. Al een aantal jaren geweldig werk levert voor ons. We hebben afgelopen week hebben wij een overeenkomst bereikt met Paul. Die gaat zijn contract nog voor 5 jaar verlengen. Kijk, dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Dat is het moment om te klappen. Ja. Klap moment. Ja. Die zal tot 2028 hier niet meer de deur uitlopen. Daar gaan we vanuit. Maar ook een ander heel mooi nieuwtje. En dat is eigenlijk vers van de pers. Dat is gisteren is dat rondgekomen. En ik heb... Kan jij daarbij of moet ik er even bij? Jij kan daar beter bij, denk ik. Nou, na de kerstdagen gaat het wat moeilijker. Nou, is dat we nog een hele belangrijke positie binnen de organisatie... dat we daar een overeenstemming mee hebben bereikt gisteren. En dat is die van de hoofdtrainer, van Pascal. Dus ik heb het shirt hier, Pascal. Kom er even bij, Pascal. Ja, we hebben gisteren, in ieder geval, ik denk niet eens dat het heel lang heeft geduurd voordat wij elkaar hebben gevonden. En we hebben natuurlijk in de winter met elkaar gehad over de toekomst. We hadden daarvoor ook al wel aangegeven, Pascal, dat we heel tevreden zijn. Dat we absoluut de toekomst met elkaar zien. Nou, dan moet dat uiteindelijk nog gestalte krijgen in ook de andere voorwaarden. Nou, dat heeft, moet ik ook heel eerlijk zeggen, niet heel lang geduurd. Pascal, zijn zaakwaarnemer, is ook hier. Dat ging een hele fijne overeenstemming, zeg maar, met elkaar. En waren we er ook heel snel uit. En hebben we het contract kunnen verlengen tot 2025. Ja. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Goedemiddag, welkom vanuit Alkmaar voor het slotstuk van speelronde 1 in de Eredivisie. Evgen Vitry, een voetzoeker, maar die levert wel een goal op. Weer op gelijke hoogte. Dus het heeft wat om voor te knokken, maar het moet zelf wel meevoetballen, anders wordt de schade toch weer groter. AZ met Odgaard, binnen! Sudamara. Boermakers krijgt hem weg, maar dat is nooit voorlang in deze fase. Lachdo, Klaasie voor het schot. Oh, die gaat erin! Evgen, Reinders kan ook afdrukken. Reinders en zo is het heel gemakkelijk eigenlijk. 3-0 voor AZ. Reinders brengt voor. Daar is de spits. En die vliegt erin! 1-0 AZ. Odgaard scoort. Goed. Tadić zit dus ook in het centrum nog niet heel lekker in de wedstrijd. Hier Odgaard vloopt de vlag omlaag. Dan scoort hij en de vlag blijft omlaag. Verhulst. Maar hij stond randje buitenspel. Maar wel verder. Geeft hem mee aan Lachdo. En dan is het 4-1. Kan gaan schieten, doet dat ook. En in de verre hoek is het een loopzuiver raak voor AZ. El Kadiri. Druk zetten van Reinders. Reinders. Carlson snel gehandeld. En Reinders komt vrij voor de keeper. Reinders maakt 2-0. Ja, dat doet hij. Omdat Volendam erg onzorgvuldig is. En als AZ dan heel even druk zet, slaat het ook onverbiddelijk toe. Sugawara. Reinders in één keer door, maar bereikt dan Odgaard niet. En ook deze bal is iets wat slordig en dat geldt voor beide ploegen. Pavlidis meegeven, Carlson, Pavlidis en die maakt het af. En zo komt AZ op een 1-0 voorsprong in de 18e minuut. Laten we maar bij jou gelijk beginnen, Pascal. Wat wil je weten? Een nieuw contract, hoe voelt dat? Ja, daar ben ik heel blij mee.
Zoals Max net al aangaf, stond de afspraak met Vulco stond gistermiddag gepland. En volgens mij waren we rond een uur of half tien, tien waren we er al over uit. Dat ging vrij snel. Dat ging vrij snel. Wat goed is, is goed. Hoef je niet te wachten. Ik voel me zeer gewaardeerd hier. Erg op mijn plek. Ik heb een prachtige spelersgroep met heel veel talent, heel veel ervaring, heel veel kwaliteit. En een prachtige staf. Dus ja, wat wens je nog meer? Goede cijfers heb je ook. Goede cijfers? Goede cijfers, goede statistieken. Rapport, ja? Nee, goede statistieken. Oh. Ik had er eentje voor je, van je bijgehaald. Je bent de trainer, of de nummer twee trainer met de meeste gewonnen duels op de traditionele top drie. 9 zijn dat om precies te zijn. George Klessler had er 10. Wat is dat succes? Dat is gedeeld succes. En waar zit dat dan in? Nou, dat zit heel diep in de organisatie natuurlijk. Max en Robert hebben dat net ook keurig verwoord. Er zijn heel veel mensen zijn bezig met alles wat AZ aangaat. Of dat nou in de academie is, of in de scouting, of bij ons dagelijks op het veld gebeurt. Ja, dat is een gezamenlijk proces. En wat ik net al schetste, we hebben een prachtige selectie hebben we samengesteld dit jaar. En ja, we zijn enorm competitief. Dus dit zijn mooie cijfers, maar dat ligt zeker niet alleen bij mij. Nee, dat ligt dan inderdaad bij de groep. Recent heb je ook je 100ste wedstrijd gecoacht voor AZ. Dat was de thuiswedstrijd tegen Volendam. 100 wedstrijden al bij de club, als hoofdtrainer dan. Als hoofdtrainer. Wat is een van de mooiste wedstrijden of een van de mooiste momenten dat je dacht van, nou, daar stak mijn elftal echt bovenuit? Nou, een bijzonder moment was in ieder geval mijn debuut hier tegen Groningen. Dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Bijzonder moment, weliswaar natuurlijk een beetje vreemd hoe dat zich ontwikkelt dan, maar ja, dat is inherent aan het voetbal. Dus dat is een bijzonder moment geweest. Ik denk ook, en ik zag net wat beelden voorbij flitsen van de partijen tegen Vitesse. Erg bijzonder, na een spannend jaar, maar ook de wedstrijden, ja, er zitten tussen de traditionele top 3 wedstrijden zitten ook hele mooie duels. Maar om er nou echt specifiek eentje uit te lichten, nee. Dat is lastig, ja. Dat is altijd lastig. We lieten net een video zien van de seizoenstart, hè, van het Eredivisie seizoen tot nu toe. Mm-hmm. En de seizoenstart mag op zijn zacht gezegd heel goed genoemd worden. Hoe kan het dat we zo goed begonnen aan dit seizoen, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld jaren ervoor? Nou, we hebben het daar als groep en als staf ook heel nadrukkelijk over gehad, heel specifiek benoemd. Ik denk dat een groot voordeel is geweest, hoe gek dat ook mag klinken, dat we een lang seizoen hebben gehad in het voorgaande jaar. We waren hier natuurlijk vrij laat klaar tegen Vitesse. En we moesten al vrij snel ook weer aan de slag om ons voor te bereiden op Europa. En nou, de groep was zich daar enorm goed van doordrongen. Ja, en vervolgens gaan dingen op hun plek vallen. De mentale weerbaarheid, maar ook zeker de mindset van de groep is erg bijzonder. En vervolgens zijn we vertrokken nadat we al in een eerder stadium competitief moesten zijn voor Europees voetbal. Dus dat heeft daar zeker bij geholpen. En nu is het zaak dat we die lijn weer doortrekken bij de start van de tweede helft. Ja, je begint inderdaad over de vroege seizoenstart. Hoe was dat voor jullie, Jordi, als spelers om zo vroeg aan het seizoen te beginnen? Geen probleem, denk ik. Ik denk elke speler natuurlijk die wil op een bepaald podium spelen, op het hoogste niveau. En dat is voor ons op dit moment Europees voetbal. Wat ook de doelstelling is van de club en wat wij graag als spelersgroep willen. En dan kom je soms in de situatie dat je misschien wat kortere zomervakantie hebt. Van een 4 weken misschien naar 3 weken. Maar ja, ik denk dat voor de meeste jongens is dat niet een heel groot probleem. Iedereen wil graag. En dat heb ik denk ook in heel veel wedstrijden laten zien dit seizoen. Dus dat is natuurlijk compliment naar de groep toe. En aan de staf natuurlijk ook hoe fit ze uiteindelijk iedereen hebben gekregen op het begin van het seizoen. Dus nee, voor mij persoonlijk, ik kijk er altijd weer naar uit om te beginnen. Ja, maar herken je dat ook, wat Pascal zegt? Dat het, omdat het een heel lang seizoen was en je daardoor wat korter ook weer begon op het nieuwe seizoen, dat daardoor de start beter was? Ja, ik denk voor de groep zeker. Voor mij persoonlijk, ik raak natuurlijk geblesseerd in de laatste wedstrijd. Dus mijn voorbereiding was eigenlijk heel anders eigenlijk dan de groep eigenlijk deed. Dus dat is voor jezelf natuurlijk persoonlijk niet wat je graag wil, want je begint uiteindelijk met een achterstand. Maar ik denk dat de groep nog redelijk in een bepaalde flow zat van een bepaalde soort fitheid. Wat je daar natuurlijk ook uiteindelijk kan meenemen in je eerste paar trainingen op het nieuwe seizoen. En de jongens die uiteindelijk de vakantie kregen, die krijgen ook een schema mee. Dus ik denk dat iedereen zich ook wel ervan bewust is van hoe je met jezelf bezig moet zijn. Hoe fit jezelf moet zijn om aan een nieuw seizoen te beginnen. Dus daar is iedereen zich denk ik wel bewust van. Ja, hoe was het begin voor jou, Bruno, van dit seizoen?
Nou, het was, ik kwam eigenlijk met een blessure terug. En dus voor mij was het persoonlijk wat lastiger. Maar op tijd fit, waardoor ik de wedstrijden kon spelen van de play-offs. En uiteindelijk hebben we het doel bereikt. En vandaar zijn we eigenlijk hebben we doorgezet dat we nu zeg maar, op een positie staan wat positief is voor ons. Ja, in die zomer natuurlijk altijd een paar jongens die vertrekken, een paar jongens die komen. De dynamiek verandert iets. Hoe was de dynamiek toen? Hoe was de balans in het elftal? Nou, je weet dat bij de club jongens elk jaar over het algemeen een stap gaan maken. Grotendeel volgens mij bleef. We hebben een aantal jongens wel nieuw gekregen. We zijn breder zijn we zeg maar sterker geworden in de breedte. En competitief. Ook gelijk weet je, accepteren dat jongens weggaan en terug naar de orde van de dag. En dat hebben we goed gedaan. Ja. Hoe gaat het eigenlijk nu met je? Persoonlijk? Goed. Ja. Goed. Ja. Ik denk dat je doet op mijn blessure die ik had opgelopen. Ik zit nu 14 weken na operatie en dat gaat goed. Ik train elke dag hard. Ik word goed begeleid en ik ben al op het veld en ben hier en daar een paar dribbeltjes aan het doen, dus dat is wel goed. Ja, voelt altijd fijn. Ja, ja zeker. Ja. Heb je een verwachting op wanneer je weer terug bent of is dat altijd lastig te zeggen? Nou, ik ben goed onderweg en ik hoop dit seizoen zeker nog wedstrijden te spelen, ja. Ja, je bent natuurlijk eerst aanvoerder gemaakt aan het begin van dit seizoen. Dan zit je er nu naast, je kan alleen kijken, zo kan je de jongens ondersteunen. Hoe kan je dan toch die rol van aanvoerder invullen buiten het veld? Nou, gewoon heel natuurlijk. Ik ben inderdaad eerst de aanvoerder, maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo sta ik er zelf ook in. Jordi vult me goed aan. De jongens geven bijna nooit de reden om anders te gedragen of wat dan ook. Zij delen ook mee in die verantwoordelijkheid. En ik denk dat onze kracht is. Ja, hoe zie jij dat, die samenwerking met Bruno, als het om dit onderwerp gaat dan, als aanvoerder? Ik denk, ik en Bruno snappen elkaar heel erg. Ik ken hem natuurlijk al een tijdje, yeah. van de jeugd. Bij elkaar op school gezeten, dus in dat opzicht is het wel heel natuurlijk, zeg maar. En natuurlijk pakt hij andere dingen dan misschien anders aan dan ik. Maar dat is ook weer ieder zijn persoonlijkheid, denk ik. Maar ik voel mezelf niet extra, dat ik mezelf extra druk iets dergelijks opleg. Ik doe zoals ik denk dat het best is. En daarbij helpt de groep mij en helpt Bruno mij. En zo vullen we denk ik elkaar het best aan. Ja. Hoe was 2022 verder voor jou? Want als je kijkt naar het jaar daarvoor, zeg maar, was het natuurlijk een wat moeilijker jaar voor je met de blessure. Hoe heb je het vorig jaar allemaal ervaren? Ja, ups en downs natuurlijk. Ik bedoel, blessures zijn natuurlijk altijd momenten in een carrière wat natuurlijk vervelend is. Maar dat hoort er helaas bij. En bij de een is het wat erger dan de ander. Maar je hebt natuurlijk persoonlijk ook heel veel mooie momenten meegemaakt. Snap je? Met name met het team natuurlijk. Hoe blij ik elke dag op het veld sta. De teamspirit. Hoe hecht de groep eigenlijk is. Ja, dat doet je natuurlijk heel veel. Snap je? Dan ga je met plezier naar de club toe. En dat is voor mij denk ik wel heel erg belangrijk. Ook op de leeftijd natuurlijk die ik inmiddels heb. Ja, en persoonlijk natuurlijk Neil zelf weer teruggehaald. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje voor mezelf. En, ja, kan je daar wat over vertellen hoe dat dan was? Ja, natuurlijk totaal niet verwacht. Als je een jaar of 6,5 geloof ik niet meer bij de selectie bent. Natuurlijk wat minder moment gaat in je carrière van op de bank naar tribunes, naar van clubs wisselen. Naar bij AZ terechtkomen, ook op de bank de eerste jaren. Dus dat zijn natuurlijk geen fijne momenten. Maar uiteindelijk denk ik mezelf herpakt, met behulp denk ik van iedereen van de club. En het vertrouwen ook wat erin werd uitgesproken richting mij, dat is altijd bij me gebleven. En verder gewoon focus. En ik had het niet meer verwacht, maar daarom is het uiteindelijk denk ik mooi om uiteindelijk op die manier te worden beloond. Ja, heb jij dat ook zo ervaren? Want voor jou geldt dan enigszins hetzelfde. Ja, hetzelfde. Ik had wel eigenlijk best wel vertrouwen. Dat ik nog potentiële internationals zou kunnen worden. En dat AZ mij die platform bood. En daar heb ik keihard voor gewerkt. Uiteindelijk is het ook uitgekomen. En af en toe kan je wel denken in je carrière van dat je niet op het niveau bent waarvan je dacht dat je zou zijn. Dat je het licht van het einde van de tunnel niet echt ziet.
Maar ja, die vertrouwen hebben we altijd, heb ik persoonlijk altijd gehouden. En dat resulteerde tot 2 interlands in de plaats van 1 die ik eigenlijk als doel had. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het WK is natuurlijk recent geweest, dat het dan extra lastig is om daarnaar te kijken. Ja, dubbel. Want ik denk voor Jordi ook. Jordi speelde heel lang met een blessure en WK gaat ook voor hem voorbij aan zijn ogen. En voor mij in het dito hetzelfde. Door blessures, daar kan je niks aan doen. Dat gebeurt in een carrière. Hoe ik daarna keek, ja, dubbel. Dat is eigenlijk best wel teleurstellend. Maar aan de andere kant, je was toch een contender. En dan moet je het kijken als supporter en dat deed ik. Jammer dat ze het niet zo heel ver kwamen. Nee, heb je er nog wel van kunnen genieten dan, in enig opzicht? Ja, kijk, het is jammer. Kijk, wij gingen er ook uit in 2014 tegen Argentinië. Je voelt dat. Ja, en ook op penalties. Dus dat was niet, niet leuk om te zien. Maar als je gewoon kijkt naar het veldspel, dan had Argentinië wel het betere van het spel. Dus, ja. Hoe heb jij naar het WK gekeken, Pascal? Ja, met heel veel interesse. Sowieso altijd als vakman. Altijd nieuwsgierig naar nieuwe trends in het voetbal. Of dat er ontwikkelingen zijn die je aan hebt zien komen. Landen die je natuurlijk extra interesseren. Ik vond Brazilië ook heel interessant om naar te kijken. Met zoveel creativiteit en zoveel aanvallend vermogen. Hoe zij zich dan op dat podium weer zouden presenteren. Verbaast me niet dat de Argentijnen uiteindelijk het langste eind hebben getrokken. Het is toch bijna traditioneel, zou je bijna zeggen, hè? Dat het Duitsland is of Argentinië. Mm-hmm. Ik had goede hoop dat Nederland wel hoge ogen zou gooien. Proces redelijk goed kunnen volgen. Deze twee zaten er natuurlijk ook een fase bij, dus dan sprak ik ze nog wel eens als ze daar waren. Andere jongens die ik in het verleden heb mogen trainen en helpen, die erbij zitten of bij zaten. Nou, dat is mooi, dan krijg je wel eens wat mee. Wat ik zeg, ik had er iets meer van verwacht. Ja, zijn er dan wel dingen die je daar ziet die je kan toepassen op je eigen elftal? Nou, het mooie was vanuit een van de WK-analyses die naar voren kwam, is de manier van spelen, wat je bij veel landen zag, is het spel met een derde centrale verdediger. En dat is iets waarvan ik, toen ik in 2020 werd aangesteld, wel voor ogen had om de flexibiliteit meer ruimte te bieden binnen de speelwijze van AZ. En een van die aspecten is ook het spelen met een derde centrale verdediger. Dus dat heb je dit seizoen hebben we daar weer een stap in gemaakt. Daar waren we vorig jaar al drukdoende mee. En ik denk dat dat ook iets is wat ons flexibeler maakt en onvoorspelbaarder maakt in onze manier van spelen. Ja. Dus ja, daar gaan we ook zeker mee door. Ja, dat is ook iets wat je vorige week aangewerkt hebt met die oefenwedstrijd tegen Atalanta. Ja, dat is een onderdeel geweest. Hè. Dat hadden we ook voor ogen in een bepaalde fase van die wedstrijd. En toen kwam Maxime onder andere weer terug in het elftal. En dat was wat ik zeg, dat moet ons flexibeler maken. Ja, we zitten nog overal in. We gaan goed in de Eredivisie. We zitten nog steeds in de beker. Daar moeten we overigens ook nog mee beginnen. En we zitten nog steeds in die Conference League. De groepsfase is inmiddels geweest en dat ging er zo aan toe. Sugawara. Voorzitter van Sugawara. Nou, binnenlopen. Staat er net in de spits. En zo komt AZ. Dat de laatste paar minuten wat beter ging voetballen op 1-0 via Dani de Wit. De Wit wacht veel te lang met het aanspelen van Odgaard. Had gekund. Nu is het erop weg. Met Barassi, bal van richting veranderd. En dat is een mazzeltje. Maar voor Barassi telt hij natuurlijk. Kerkes. Voorzet is goed voor Kerkes en daar is Beukema met een verlossende goal. En nu is het 5-2. Zou AZ het moeten kunnen uitspelen met Sugawara. Sugawara zelf beslist. 3-1 AZ via Sugawara. Kerkes laat de Witte nog van zijn hoofd glijden en is het 4-1. Mooie kopgoal van Dani de Wit op aangeven van Kerkes. Keurig gespeeld dit. Altijd ook voor de voorzet. Daar is Odgaard redelijk vrij. Van richting veranderd is het hangen. 1-0 AZ met een beetje mazzel in de afronding. Maar wel na een hele goede fase van de thuisploeg.
En een moeizame wedstrijd met niet heel veel kansen. Is dit Dani de Wit en is dit de 2-1? Kerkes krijgt opvallend veel ruimte daar. De voorzet is goed. De kopbal van Karlsson zit erin. En daarmee leidt AZ voor de derde keer in deze wedstrijd. Karlsson. Ja, hij is terug en hij scoort. Zelfs met het hoofd. De Wit sterk. Krijgt een behoorlijke schop. Van Iodice. De aanval van AZ loopt door via Odgaard en Reinders. Daar komt Kerkes. Kerkes en het doelpunt voor AZ. In de vijfde minuut van de tweede helft staat het 1-0. Sugawara, Klaasie moet aanzetten. Odgaard doet dat goed als aanspeelpunt. Sugawara met de paas op Klaasie. Wat een mooie aanval is dit van AZ. Van Brederode, eerste balcontacten van Brederode. En dat schiet hij geweldig binnen, zeg. Myron van Brederode en 2-0 voor AZ. Opening is goed, Karlsson, Kerkes. Zorgt ervoor dat een optie is aan de linkerkant. Hij geeft de voorzet, vrije kopkans en het doelpunt. De 1-0 voor AZ. Klaasie zorgt ervoor dat het nog een keer kan. Sugawara, voorzet is goed. Nou, daar dan. Daar is dan de 2-1. Pavlidis, nu weer helemaal terug. Mooie momenten bleef denk ik als groep zijnde. Goede resultaten behaald. Natuurlijk af en toe ook wat mindere wedstrijden, maar ik denk soms op Europees niveau moet je ook die mindere wedstrijden moet je zien te winnen. En ja, dat hebben we denk ik ook een aantal partijen zeker gedaan. Het is niet meer zo makkelijk als wat iedereen altijd denkt vanaf buitenaf, dat je dat soort wedstrijden maar ja, zomaar met 3 of 4-0 wint. Dus dat zijn allemaal volwassen ploegen die met name het verdedigende aspect denk ik redelijk allemaal onder controle hebben. Maar als groep zijn denk ik hebben we daar heel erg van genoten, van de tripjes die we... Ja, die we hebben gemaakt. Natuurlijk, naar het ene land is het natuurlijk wat mooier dan naar het andere land. Maar nee, over het algemeen zijn we tevreden. Eerst in de pool geworden was ook onze doelstelling. En overwintering natuurlijk, wat voor iedereen, voor zowel de club als voor onze spelers zijnde, voor je eigen ontwikkeling natuurlijk altijd positief is. Ja, wat je ook omschrijft, het waren bijzondere tripjes. Want we zaten op de grens van Oekraïne toen we tegen Dnipro speelden. Dat was volgens mij heel bijzonder, Pascal. Ja, dat was een hele aparte ervaring. Ik krijg er eigenlijk nog steeds wel wat rillingen bij, maar daar hebben we het in de bespreking ook over gehad met elkaar. Hè? Dat we nu een ploeg treffen die ja, in een situatie thuis zitten die niemand toewenst. En laten we hopen met z'n allen dat het ook heel snel voorbij is. Maar ja. Ja, wat wij altijd tegen elkaar zeggen is, de waarheid ligt altijd op het veld. En dan kennen we ook geen genade, of het dan zwaar is thuis of niet. Dus die wedstrijd moest hoe dan ook gewoon gewonnen worden. En, dat is wat Jordi ook zegt, gewoon winnen is er eigenlijk niet meer bij. Zeker niet op dat podium. Maar we speelden in een ander land. Ja. Dus dat was een bijzondere ervaring. Maar winnend afgesloten en dat was het allerbelangrijkste. Ja, groepswinst ook behaald. Dan gaan we in actie komen in maart. We slaan die tussenronde in februari over. Het betekent ook dat je het tweede duel van de tweeluik thuis speelt. Dus de eerste speel je uit. In hoeverre is dat een voordeel? Is dat een groot voordeel? Nee, dat maakt ons helemaal niet zoveel uit. Dat is toevallig ook iets wat we onlangs wederom tegen elkaar hebben aangehouden. Het maakt ons niet uit. Uit, thuis, welke club we ook treffen. Jongens hebben extreem veel honger. Altijd zin om te spelen. En het maakt ons echt niet uit. Nee. Ik heb nog wel de ploegen nog even geprint om te kijken van tegen wie je dan uit zou kunnen komen. Die tussenronde, heb je dan nog een voorkeur? Ik zie Bodo Glimt staat er dan weer tussen. Nou ja, Lazio, Cluj, Partizan, Fiorentina. Zijn dan de ploegen die je graag wil hebben of juist wil ontlopen? Of maakt het dan niet uit? Nee, eigenlijk hetzelfde antwoord als wat ik je net gaf. Maar wie we ook treffen, dat moet gewoon de eerstvolgende zijn die we aan de zegenkar binden. En vervolgens door naar de volgende ronde. Ja, ik heb een korte quizvraag voor jullie. We zijn op zoek naar de Eredivisie-speler die in 2022 de meeste minuten maakte in de Eredivisie. Weten jullie dan wie dat is? Dat is Klaasie. Dat is Klaasie, ja. Ja. Wat zegt dat? Dat hij super fit is. Ja. Nee, maar dat is denk ik ook compliment natuurlijk richting de medische staf. Ik heb niet altijd zeg maar, het volledig programma wat de groep heeft. Dus daarin heb je af en toe wat aanpassingen. Zeg maar. Helaas heb ik dat soms nodig in mijn trainingsarbeid.
Maar daarbij hebben we denk ik wel de juiste afstemming denk ik, gevonden op het moment om te pieken. En dat zijn met name voor mij de wedstrijddagen natuurlijk afgelopen jaren geweest. Ja. Dus vandaar ook denk ik de meeste minuten. Dus ook complimenten naar de staf en de medische staf natuurlijk toe dat we daarin denk ik, de juiste balans hebben gevonden. Ja, want hoe voelt dat voor je, de meeste minuten maken van alle Eredivisie-spelers? Is dat bijzonder? Is dat? Nee, het is niet iets waar ik heel veel waarde aan hecht. Ik denk dat het meer ook gewoon belangrijk is dat je altijd beschikbaar bent voor de ploeg. En dat je zelf elke wedstrijd graag wilt spelen. Ik bedoel, je traint elke week, elke dag bijna. En je traint uiteindelijk om wedstrijden te gaan spelen. En die wil je ook graag spelen als voetballer zijn. Dan wil je in een vol stadion voetballen met publiek erin. Dus daarin, daar geniet ik eigenlijk meer van dan dit soort statistieken. Ja, je hebt een paar goaltjes gemaakt. Jullie hebben allebei trouwens een paar goaltjes gemaakt afgelopen jaar. Wie heeft de mooiste gemaakt? Nou, ben ik benieuwd. Jordi. Welke dan? Cambuur uit. Ja. Ja, dat was een mooie goal. Ja. Ja. En belangrijk en lekker in die laatste minuut. Ja. Ja. We gaan nog even vooruitblikken op 2023, maar dan pakken we hem toch even op bij trainingskamp in Valencia. Valencia probeert vervolgens op te bouwen vanaf het eigen strafschopgebied. Maar hier is het Jens Oldkaart die bal goed weet te onderscheppen. Hij kan de 16 in, geeft de voorzet en het is Jesper Karlsson 1-0 voor AZ. Die bal die komt bij Tijani Reinders. Kan niet onderschept worden door de Spaanse verdediging. En Jens Oldkaart, wat een doelpunt! Een klein kwartier later is dit de ingooi van Yukinari Sugawara. De bal wordt opnieuw weggelegd door Tijani Reinders. Valt over de verdediging van de Spanjaarden heen. En dan is het Karlsson. Die passeert die keeper. En die schiet hem binnen. 3-1. 3-1 voor AZ hier in Valencia. Keeper Rojaden Owusu Oduro. Maar maakt hier zijn officieuze debuut voor de A-selectie van AZ. Maar het is Rojaden die hem pakt. In zijn debuutwedstrijd pakt hij ook nog eens een penalty. Ja, die dag die kan niet mooier. En daardoor wint AZ met 3-1 van Valencia. Hoe heb je je voor kunnen bereiden in Valencia op de tweede seizoen zelf, Pascal? Ja, goed. Winterstop is natuurlijk sowieso anders verlopen dan andere jaren. Met het WK ook nog. Half november ben je al klaar met spelen. Maar goed, het geeft ook wel de gelegenheid dat de jongens goed konden uitrusten. Een weekje extra gegeven ten aanzien van de zomer ook. Hè. Dus we waren toen vroeger begonnen. En vervolgens ga je op kamp en dan kun je goed trainen met perfecte omstandigheden. We waren daar vorig seizoen voor het eerst geweest. Een fantastische week gehad. Heel veel werk verzet met elkaar, zowel op het veld als daarnaast. Met een prachtige wedstrijd tegen Valencia als afsluiter. Dus dat helpt allemaal om weer in de juiste stemming, in de juiste mindset te komen voor het hervatten van de tweede helft. Ja, oefenwedstrijd Valencia 3-1 gewonnen. Vorige week Atalanta Bergamo, oefenwedstrijd 0-1. Hoe verhouden die wedstrijden zich ten opzichte van elkaar? Nou, het waren beide stevige tegenstanders. Prachtige weerstand, ook mooi om je te meten met Europese top, subtop. En om te kijken waar je staat. De ideeën die we hebben over ons spel vervolgens weer te proberen. En je ziet in de tweede wedstrijd hebben we ook weer een clean sheet te pakken met elkaar. Dus ook een van onze doelstellingen. Dus al met al tevreden. Maar zoals je weet biedt dat geen enkele garantie. En zullen we het komend weekend gewoon weer opnieuw moeten afdwingen en laten zien. Ja. Jordi, hoe zat het met de sfeer in de groep tijdens dat trainingskamp bij Valencia? Goed. Ik denk dat de sfeer sowieso altijd vrij positief is binnen de groep. Natuurlijk heb je af en toe wat momenten waarin de training misschien iets minder gaat. Of
wanneer er iets gebeurt. Maar over het algemeen hebben we denk ik een vrij rustige groep in dat opzicht. En ik denk dat iedereen goed heeft kunnen werken. We hadden mooi weer. Ja. Dat was ook lekker, zonnetje. Dus in dat opzicht heel weinig te klagen denk ik vanuit de spelersgroep. En uiteindelijk gaan we zien aanstaande zaterdag hoe de voorbereiding is geweest. Ja, merk je dan ook als je een andere week echt met elkaar zit, dat dan ook dat het teamgevoel versterkt? Ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk besprekingen. Je praat natuurlijk meer met elkaar. Je eet 3 keer per dag met elkaar aan tafel. Dus je praat natuurlijk constant, ben je met elkaar bezig. En dat is ook iets natuurlijk waardoor je denk ik zoiets doet om toch weer naar elkaar toe te groeien na een vakantieperiode. Dus uiteindelijk denk ik en hoop ik dat het een positief en goed gevoel gaat geven voor het komende halfseizoen. Ja, jij bent natuurlijk ook mee geweest, Bruno. Hoe heb jij gekeken naar de jongens die daar in de Spaanse zon trainen? Nou, van iets is afstand. Maar goed, positief. Je zag dat iedereen keihard werkte. En je ziet weer de manier van spelen zie je terug. Accenten die we hanteren, bijvoorbeeld in de opbouw. Dat werd heel goed getraind en terecht ook gewonnen die wedstrijd. Ik denk dat dat wel een positief afsluiten was van die week. Hoe heb jij zelf kunnen werken aan je herstel in Valencia? Ja, goed. Ik was vroeg op met Frank samen in de gym. En heb een strandwandeling gemaakt in de ochtend. Goed voor mijn herstel. Goede stappen gezet. Weer voor het eerst op het veld toen daar. En dat heb ik nu kunnen doortrekken. Dus dat is positief. Ja. Dan de belangrijkste vraag. Waarom gaat 2023 het jaar van AZ worden? Nou, ik denk omdat we met z'n allen weten dat er ruimte nog voor verbetering is. Alhoewel we wel positief het eerste seizoen zelf hebben afgesloten PSV uit. Weten dat we nog beter kunnen. Maar weten wel dat de standaard die we hanteren ons de juiste weg op gaan brengen. Ja, heb jij nog wat aan toe te voegen, Pascal? Nou, kijk, wat mooi is om te horen is dat je eigenlijk bij al mijn jongens altijd ruimte voor verbetering proeft. Of het nou individueel is of nou op teamniveau. Maar wij weten wat we willen dit seizoen. We hebben een aantal dingen heel helder naar elkaar uitgesproken. De volwassenheid en de gedeelde verantwoordelijkheid in deze groep is bijzonder om mee te mogen maken. Ja, en dat zijn ingrediënten om steeds beter te worden en beter te gaan presteren met elkaar. En met de steun van alles en iedereen hier binnen, maar ook straks zeker in het stadion weer, is het enorm belangrijk dat we weer de stappen voorwaarts blijven zetten. Ja, het heeft even geduurd. 65 dagen, zo lang is het geleden dat we weer een thuiswedstrijd hebben gehad. 62 dagen, een wedstrijd überhaupt. Hoeveel zin heb je erin, Jordi? Ja, uiteindelijk natuurlijk de voorbereiding die we afgelopen 4-5 weken hebben gehad. Dat draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om aanstaande zaterdag weer. Dus ik ga ervan uit dat de hele ploeg, inclusief ik, aanstaande zaterdag er heel erg veel zin in heeft. Ja, nou ik ook, wij allemaal. We kunnen niet wachten, want volgens mij mag het balletje weer gaan rollen. Heren, dank jullie wel voor jullie tijd. We gaan hem afronden voor dit moment. We hebben de borrel aan die zijde voor jullie klaarstaan. Dank jullie wel. Ja.